Welkom. Een schoolbord is een mooi retrofilmpje. Hoe maak ik mijn examen? En hoe maak ik mijn examen tot een succes? Twee punten gaan we doornemen met wat deelpunten. Wees voorbereid. Hoe bereid je je nou voor? Nou, veel oefenen. Veel meer dan leren. Ja? 80-20 is mijn idee. Dus probeer veel te oefenen, veel eindexamenvragen te maken. Gaan er dan een aantal bij een onderwerp niet goed? Dan ga je dat hoofdstuk nog een keer terugpakken uit je boek. Dus niet, hè? Je hebt geen tijd meer om al je boeken of al je stof nou tot je te nemen. Het examen komt eraan. Oefenen dus. Beter 4 keer 2 uur ja, dan 1 keer 10 uur leren of oefenen. Dat heeft geen zin. Ja, dus probeer het in mooie blokken te hakken, zodat je iedere dag een paar uur aan de slag bent. En slaap voldoende. Probeer op tijd naar bed te gaan, ja, en probeer die rust te nemen. Niet zo slecht voor het maken, hè, voor je examen, voor je resultaat. Ja, als dat je slecht uitgeslapen daar aan je examen begint. Tweede, hoe maak je nou dat examen? Nou, let op het puntenaantal. Nou, als je een 1-puntsvraag is een kort antwoord voldoende. 2-puntsvragen, probeer 2 zinnen te formuleren. Ja, zodat ik als corrector ook kan zien, oké, dit is het eerste en dat is het tweede punt. Ja, heb je dus meer punten, dan maak je meer zinnen. Herhaal de vraag in je antwoord. Dat is een check voor jezelf, om te zien van dat de vraag goed beantwoord is. Ja? En of jouw antwoord wel antwoord geeft op de vraag. Of dat je in je hoofd op een zijspoor bent gekomen. Bij een tekenopdracht, waarin je een grafiek of een wat dan ook moet tekenen, maak altijd de assen. Ja? Teken een kale x en een y-as. Ja? Zet er een eenheid bij en label die. Ja? Tijd in minuten, wat dan ook. En met een beetje, hè, als je nog even tijd hebt, dan teken je daar een willekeurige lijn in en een legende aan plakken. Hoppakee, heb je al 2 punten te pakken. Schrijf je berekening op. Niet vergeten, want zonder die berekening is alles wat je noteert niet goed. Tenzij het in de vraag aangegeven staat dat een berekening niet nodig is. Maar zonder die berekening krijg je er geen punten voor. En dit is geen overbodige luxe. Het gebeurt regelmatig. Controleer of je alles gemaakt hebt voordat je het inlevert. Ja, het zou heel vervelend zijn als jij, nadat je de gymzaal uit bent gelopen, merkt dat je de achterkant van het examen niet gemaakt hebt. En dat gebeurt. Dus probeer rustig, voordat je alles inlevert, te checken. Oké, heb ik al die 40 vragen gemaakt? En lever alles in. Ja, en ook dit gebeurt sporadisch. Dat mensen hun bijlage in hun tas stoppen en, of meenemen. En ja, als het 1 keer de zaal verlaten is, ja, dan kan je daar natuurlijk niks meer mee. Dus lever alles in. Goed, ik wens jullie allemaal heel veel succes. Het gaat vast goed komen.